Dit is een videoproductie van de lokale omroep Mail. In Mail.nl en de Nije Krant. Omdat we bij de vorige aflevering van de Kunstroute veel positieve reacties hebben gekregen, nu de tweede aflevering van de Kunstroute. Ik wens u veel kijkplezier. In Wilbedoord bij Lucas staat een grote kruiwagen in de tuin. Marion, kun jij vertellen wat daar het verhaal achter is? Nou, we hebben in december vorig jaar het 55-jarig jubileum gevierd van carnavalsvereniging De Klotstekers. En de kruiwagen staat eigenlijk symbolisch voor De Klotstekers. Oké, wat is dan symbolisch daarvoor? Kun je vertellen wat dat zijn, De Klotstekers? Van vroeger uit de turfstekers, ja. En daar heb je ook een kruiwagen voor nodig, hè. Dus. En de buxussen zijn natuurlijk dan de turf. Ja, symbolisch zijn de turf, dat is natuurlijk iets anders. Maar... Oké, en het idee is ontstaan onder het genot van een pilsje. En jullie wilden iets doen voor de kunstroute, of hoe moet ik me dat voor me zien? Zoals ik al zei, die kruiwagen heeft gestaan bij de feestlocatie. Mm-hmm. En wij vonden het, die is toen hier naartoe gebracht, maar we vonden het mooi om die ook mee te nemen in de kunstroute. Het is toch een kunst om met z'n allen een carnaval te vieren in een mooi dorpje. En is hij dan ook blijvend hier? Hij mag hier blijven staan naar de kunstroute. Oké, want hij past natuurlijk ook wel bij het grondbedrijf. Ja, zeker. En zo ook viert Lucas dit jaar ook zijn 55-jarig jubileum. Dus dubbel 55. Dubbel op, ja. Mark, de kruiwagen is best wel groot. Hoe hebben jullie dit zo gemaakt? Ja, die hebben we met z'n allen opgetild en hier naartoe gezet. Nee, we hebben gewoon tijdens het jubileum kwamen die tegen. En toen hebben we hem dus met een heftruck en met twee vrijwilligers. Anne Jansen met name en Kees Lucassen, die hebben dat ding helemaal opgepakt en hier netjes neergezet. En is hij ook opgeknapt of is hij helemaal opnieuw opgebouwd hier? Nee, ja, hij is inderdaad opgeknapt. Ook het zwarte, dat is helemaal geïmpregneerd. Want ja, we willen hem hier ook voor de lange termijn laten staan. Dus het was in eerste instantie natuurlijk voor het jubileum. En toen dachten we van ja, als de kunstroute naar Wilbedoord komt, dan is het ook leuk om hem hier neer te zetten. En straks blijft hij staan voor het grondbedrijf. Dus er zijn een hoop doelen mee gediend. Hoe kom je nou als carnavalsvereniging op het idee om mee te doen aan de kunstroute? Ja, zoals Marion net al zei, zijn er dus met het jubileum zijn er heel veel vrijwilligers geweest die met z'n allen hebben geholpen om dat jubileum mooi goed in orde te krijgen. Zoals ook altijd alle carnavalsactiviteiten. En toen zeiden we van ja, de kunstroute, daar willen we dan ook een bijdrage aan leveren. En een kruiwagen staat ook wel voor iets wat zeg maar, waar veel kracht voor nodig is. Ja, en daar hebben we met z'n allen nodig met een hoop vrijwilligers bij al die activiteiten. Dus we dachten van nou, dan gaan we het op die manier mooi hier neerzetten. En bij het bord van de kunstroute er staat ook de uitleg in de vorm van een proclamatie. Dus ik wil eigenlijk alle fietsers en deelnemers van de kunstroute even uitnodigen om in ieder geval het bord te gaan lezen. En dan kun je dus op een bijzondere manier nog wat meer achtergrondinformatie ervan zien. Wat is het verhaal achter dit kunstwerk? Dat zal ik jou eens even vertellen. Wij zijn een aantal vrouwen met z'n vieren. En wij kleien iedere week bij Mathieu in Mil. Dus we kennen elkaar van het kleien. En wij hadden zoiets van, goh, misschien is het leuk om mee te doen met de groep. We gaan iets leuks maken. En hebben natuurlijk zitten denken, wat gaan we maken? Hoe gaan we onze groep noemen? Dus uiteindelijk hebben we bedacht om gezichten te gaan maken. En toen hadden we zoiets van, ik zie je. Dat is een mooie naam. Want als je het dorp inkomt, dan kijken de gezichten je aan. En het idee op hoe we aan die gezichten zijn gekomen, dat komt eigenlijk omdat de buurvrouw, Els, die ook meedoet, die kan er jou daar meer over vertellen. Ik hoor dat jij er meer over kan vertellen. Wat was het idee hierachter? Nou, ik had bij Mathieu in Mail bij de pottenbakker had ik al een gezicht gemaakt voor ons tegenover op een boom. En een gezicht. En daar kreeg ik zoveel leuke reacties op. En toen hebben wij bij de klei
Want met ons vieren hebben we iets bedacht. En toen dachten we, ach, dan doen we die bomen. Dan is het leuk om te doen. Waarom juist deze locatie? Nou, deze locatie, omdat het een peeldorp is. En we hebben vanaf het begin, als je uit de Prinsenpeel komt, ga je rechts Wilbedoord in. En die hele lengte hebben we dus gebruikt. Er staan 37 bomen. En we hebben ieder 4 kunstwerken gemaakt. Dus er hangen er 16 in die rij. En daar hebben we tot aan de café, tot je weer linksaf de route gaat volgen. Het verhaal achter dit kunstwerk? Nou, het kunstwerk is de telefoonmast die we onlangs gerealiseerd hebben hier in Wilbedoord. Het is een van de leefbaarheidsprojecten die Vereniging Wilbedoord gerealiseerd heeft. En die komt eigenlijk voort uit de dorpsvisie. We hebben een dorpsvisie gemaakt, nog niet zo lang geleden. En in die dorpsvisie staan een aantal leefbaarheidsprojecten, waaronder ook de telefoonmast. Nou, de telefoonmast is best belangrijk voor ons, want in Wilbedoord was er heel slecht mobiel bereik. En gelukkig hebben we door het realiseren van de mast nu met z'n allen wel goed telefonisch bereik. En dat is wel belangrijk in een klein dorp. En leggen veel mensen ook die link met dat kunstwerk? Nou, dat weet ik niet. Dat moet je aan de mensen zelf vragen. Maar ik denk het wel. De mensen in Wilbedoord in elk geval weten wel wat het betekent. De echte mast staat natuurlijk bij het voetbalveld. Dat kan je ook zien als je door Wilbedoord heen fietst of rijdt. En hier zie je natuurlijk wel dat het symboliseert dat het de mast is. Er hangen ook mooie telefoontjes in, dus je kan ook zien dat het om een telefoonmast gaat. Hoe komt dit kunstwerk hier? Nou, dit kunstwerk, zoals Monique eigenlijk al aangegeven heeft, symboliseert de mast. En de kunstwerk, daar zijn we op het spoor gekomen afgelopen jaar bij de carnaval. Er is een vriendengroep hier, vriendengroep Peli. Die hadden dit als project vanuit de carnaval gemaakt. En wij vonden dat eigenlijk zo'n mooi project dat het voor ons in ieder geval een kunstwerk leek. En een kunstwerk dat past prachtig in de route hier. Zoals Nico al zei, het symboliseert een geheel hier. En wij vinden het prachtig iets. Ja. En is er nog een deal gesloten tussen de carnavalsvrienden en jullie? Nou, er is niet echt een deal gesloten. We zijn zo heel dankbaar dat ze dit voor ons hebben laten bestaan. Want we hebben er verder helemaal niks aan hoeven doen. Alleen het kaartje erop hoeven maken met de tekst. En ik denk dat het nog wel een keer goed gemaakt op een of andere manier rond het genot van een glaasje bier. Ja, zo vermoeden had ik al. En wat doe je daarna met het kunstwerk als het september is? Nou, als het september is, dan hopen we dat hij nog steeds er staat. Dan gaat deze weer vertrekken. De echte mast blijft natuurlijk staan, gelukkig. En we moeten even kijken wat voor bestemming die gaat krijgen. We hebben nog niks afgesproken of we hem terug willen of wat we mee doen. We staan nu voor een kunstwerk. Ik kan denk ik wel zien wie het gemaakt heeft. Ja, dat is wel te zien, ja. En, maar ik heb, als je een goede voorbeeld hebt, dan is het van de kunstenaar nog niet zo moeilijk om het nooit te maken. Hè. Nou, ik vind hem perfect gelukt in ieder geval. Ja, dat vind ik ook. Maar kun je ook vertellen wat het verhaal achter dit kunstwerk is? Ja, wat is het verhaal? Er zit eigenlijk weinig verhaal aan. Alleen dat wij nogal moeten zwoegen. We moeten allemaal kloten krijgen en dan ben ik natuurlijk weer degene die voorop moet trekken. En meneer Bertie komt achterna, dat kunnen we wel zien. Maar daar beeldt het eigenlijk uit dat wij behoorlijk wat zweetdruppels hier in Wilbedoord laten. En ik zie ook wat turf, wat is daar het verhaal van?
Ja, dat zijn hier in Wilbertoort zijn het klotstekers. Hè? En klotten, dat is een ander woord voor turf. En die is vroeger hier gestoken. Kijk, en vroeger hadden ze dat nog niet zo gauw in de gaten. Maar op de lange lijsten, toen als je veen droogt, dan brandt de SL. Kijk, en daar hebben ze op een gegeven moment ontdekt hier in Wilbertoort. Dus eigenlijk een stukje geschiedenis erbij in. Ja, dat is een heel stuk geschiedenis, ja. En waar is het kunstwerk van gemaakt? Van hout en van goede verf. Duidelijk. Ja. Ja. En wat was jullie taakverdeling? Oh, onze taakverdeling die is... Bertie maakt het en ik geef het aan wat hij moet hebben. En dan kijkt hij af en toe zoals hij alleen maar kan kijken. En dan weet ik ongeveer wat hij moet hebben. En ik weet ook precies wanneer ik terug moet gestoren en wanneer ik er kort bij moet zijn. Oké, want van Bert is het natuurlijk meer dan een uit de hand gelopen hobby. Ben jij ook kunstzinnig aangelegd? Nee, ik niet zo erg. Nee. Ik doe liever schrijven. Bert, ik heb net van Pieter begrepen dat jij eigenlijk de hoofduitvoerder bent van dit project. Kun je eens vertellen hoe jullie van idee tot aan eindwerk zijn gekomen? Ja, die ideeën die waren niet zo moeilijk, hè? Vanwege het turf steken die vroeger in de peel. Dus, dat waren al gevonden ideeën, maar ja, wie het dan moet gaan maken of hoe dat je het in elkaar moet zetten. Dus ik denk van ja, als ik die kruien en Pieter dit een beetje trekken, dan lukt het wel. We hebben eerst ook zelf gewoon turf gaan steken hier in de peel. En uiteindelijk hebben we daar foto's van gemaakt en toen heb ik de schilderij ervan gemaakt. Ja. Bij Van Bommel hier in Wilbertoort platen gehaald. De tekening erop uitgezagen en aan het schilderen en dan in elkaar zetten. En dan hebben we het zo neergezet dat er dus ook grondwerk bij is. Dan zien we verschillende gaten moeten graven en dat is eigenlijk de Pieter zijn werk. Pieter die maakt de gaten en ik zorg dat het erin kan. Ja, want Pieter is natuurlijk ook bekend als Pietje de grondwerker. Dat bedoel ik. En daar buiten we gewoon helemaal uit. Hè. Dus, logisch. Ja, dat is zeker logisch. En dan verder ja, met de schub werken, dat kan hij wel. Dat heeft hij handig. Met de schub en ook met de kraan. Maar ja, die hebben we hier niet bij nodig. Dus daar had hij wel geluk bij. Dus dat is eigenlijk een kunstwerk met een dikke knipoog naar jullie zelf? Min of meer wel, ja. Maar wij beginnen altijd, in het begin van het jaar beginnen we met een idee. Dus dan komen ze bij ons allemaal bij elkaar. Nodig alle kunstenaars uit. En dan, ja, dan moet ik natuurlijk van tevoren moet ik toch wel een aantal ideeën op de plank hebben om ze te kunnen vertellen. Ja, om de ideeën voor de kunstenaars een beetje toe te lichten. En dan, ja, dat is eigenlijk in de peel heel breed. Want ja, je hebt hier bossen, je hebt natuur hier, vroeger die turf, ja, de principeel. En zo zijn er eigenlijk toch wel van allerhande dingen uitgekomen, ja. Oké. En even een hele andere vraag. Ja, je bent natuurlijk veel meer bezig met kunst. Is het echt nog een hobby of is het ook beroepsmatig? Ja, voor mij blijft het een hobby. En ja, ik denk dat er heel veel is. Ik ga vroeger, toen ik werkte, was het ook min of meer een hobby. Oké, ja, zo kun je het zien. Toch of niet? Ja. Als je echt moet werken, dan is het lijkt me moeilijk. Je moet toch een klein beetje plezier in hebben. En dan maakt het niet zoveel uit wat je doet. Ja, duidelijk. Ja. Al gaat het maar met de camera rond, of niet Pieter? Ja. Ja. Zo hebben we allemaal iets, hè? Ja, zo is het.